dat het is de bedoeling dat wij de weg gaan tonen samen met deze twee prachtige vrouwen. Ik denk dat het al voldoende zijn voorgesteld. Ik denk ook dat iedereen in de zaal hen zal kennen van hun vele verwezenlijkingen. Maar toch nog even een applaus, want we gaan voor we aan het inhoudelijke gedeelte beginnen. Meire Malmertje, een straffe vrouw die aan de weg heeft getimmerd en van Turks origine. En Barbara Sarafian, de strafstudent, maar ook actrice en van Armeense origine. Een applausje. We gaan vandaag we gaan er een warm gesprek van proberen te maken, waarbij we de dames eigenlijk heel persoonlijk leren kennen. Misschien hebben jullie Heile en de Herkomst gezien, ze hebben er allebei ingezeten. En we gaan op basis van fragmenten uit Heile en de Herkomst het gesprek starten. En straks, op het einde, zal er ook kort tijd zijn voor een aantal vragen. Ik stel voor dat we het eerste fragmentje starten en dat is met Meijer. Het is dus voor jou allemaal begonnen in Sint-Gilles-Waas. Maar je hebt ook een heel specifieke band met Gent, hè? Bent... Ja, ik heb hier gestudeerd. Ik ben geboren op het kalf. We hebben in Sint-Gilles-Waas een aantal wijken, gehuchten met bijzondere namen. Je hebt het kalf, je hebt tol. Ik ben al blij dat ik op het kalf ben gewoon en niet op tol. Maar goed, het is vandaar tussen Gent en Antwerpen. Ik ben in een Sint-Gilles-Waas-school geweest. Altijd mijn droom geweest om verder te studeren en dat is Gent geworden. En ik heb hier dus eigenlijk een hele nieuwe wereld leren kennen, want voor mij was de wereld waar ik opgegroeid was eigenlijk echt Sint-Gilles-Waas. Maar ik heb mijn studententijd dus hier doorgebracht en eigenlijk ben ik hier bij wijze van spreken volwassen geworden. Dat moet een interessante ervaring geweest zijn. Ja, ik denk vooral, ik heb eerst op wat toen nog KVMW heet, op Sint-Annaplein, de sociale hogeschool, nog les gekregen. Een van de docenten daar was Philippe Watteer. Die is hier vanavond niet, die zou nog wat achtergrondverhalen kunnen vertellen. En daarna ben ik op de Universiteit van Gent gaan studeren. En ik moet zeggen dat met de docenten van toen, één daarvan is op een kabinet gaan werken. Van de sociale hogeschool, als kabinetschef van een van de groene schepen in Gent ondertussen. Die en ik hebben wel wat verhalen uit mijn studententijd, maar ik ben nooit een kind geweest dat op een moment voorbij is gegaan, denk ik. Van de kleuterschool tot hier in Gent, maar toen waren we met heel weinig studenten van alle achtergronden op de universiteit. En dan kreeg je van die interessante fenomenen. Op de sociale hogeschool, waarin ik op een aula als deze werd uitgenodigd, hoe het kwam dat ik wel slaagde en zoveel anderen niet. En dan, dat is wel heel interessant, maar je bent daar eigenlijk een beetje een studieobject op dat moment. En je moet dan vertellen hoe het komt dat het jou lukt en zoveel anderen niet. En hoe kwam dat? En de reden was, gissen en missen, en in mijn geval, een aantal meevallers hebben gehad. En heel veel anderen die meevallers niet hebben gehad. En dat was wel zeer confronterend voor een wit docentenkorps. Om zo'n uitspraak te horen van een student, aan wie zij vroegen, en daar wil ik mij eindigen misschien. Ik werd dan gevraagd, terwijl ik nog volop aan het studeren was, om andere beginnende studenten te begeleiden, zodat zij ook konden slagen. En ik zei, maar ik ben volop mijn best aan het doen om er zelf door te geraken. En eigenlijk leggen jullie nu de verantwoordelijkheid voor al die anderen die ook een weg aan het zoeken zijn op mijn schouders, omdat jullie gewoon niet weten op welke manier je het aanpakt. Ik wil daar dus tips geven. Maar het is aan jullie om dat traject uit te tekenen en niet mij nog een extra taak te geven terwijl ik nog probeer om mijn eigen diploma te halen. En met dat soort uitspraken viel ik wel op, maar het is met dat soort uitspraken ook wel dat je het debat verder trekt en dat er gebeurt wat er moet gebeuren, namelijk dat het beleid van een hogeschool of universiteit zegt, tja, daar ligt voor ons een verantwoordelijkheid en niet alleen maar bij hen. We gaan het vanavond ook vooral over positieve verandering. Denk je dat er in die zin veel veranderd is in Gent? In het onderwijs, maar ook op andere vlakken? Ik heb natuurlijk niet zo van dichtbij een zicht op het onderwijs zelf, maar er is wel een mindswitch geweest. Hè. Je hebt een aantal studenten met een grote bek nodig gehad die opvielen waarom men zag van tja, inderdaad, daar scheelt toch wel iets. Er is wel een problematiek. Daarvoor was men daar eigenlijk niet mee bezig. En door tegen een aantal schenen te schoppen op een positieve manier, want dat zijn nog altijd mensen met wie ik geweldig goed overeenkom, zijn daar werkingen op gestart. Daarvoor was dat gewoon geen issue, hè? Was men daar eigenlijk niet mee bezig. Wat mij werd verwacht toen ik klein was, hè?
dat ik gewoon, ja, BSO ging studeren, snit en af, want ik ging toch vroeg trouwen en ik was toch niet weggelegd om te gaan werken, dat was de verwachting. Het is pas door dat verwachtingspatroon aan te vallen en te zeggen, ja, maar ik heb wel wat, ik wil wel wat in het leven, los daarvan, hè, hoe waardevol dat dat ook is, hè, dat je een aantal dingen in gang zet en verandering in gang zet. Over de verwachtingen, we gaan het straks hebben en over jouw parcours. Welkom op Barbara. Wat is jouw achtergrond? Jij woont er nu, maar je bent... Ik heb gedacht dat jij hier niet altijd hebt. Nee, heel verschil parcours gehad. Ik ben in Gent geboren en met mijn ouders zijn toch een aantal keer verhuisd, maar toch altijd in Oost-Vlaanderen gebleven. En dan via inderdaad wat omzwervingen ben ik terug in Gent beland. Om nooit meer weg te gaan. Dat ben ik. Omdat ik niet aan Ik neem aan dat Gent dan voor jou heel bijzonder is. Maar per stadia, hè, want Gent is niet meer het Gent wat ik kende toen ik klein was. Hè. Gent verandert constant en nu de laatste jaren heel heftig, heel snel. En ik wil het wel zien. Het heeft geen enkele zin om steeds van stad te verhuizen. Want dan kan ik mijn wortels ook niet laten schieten en laten groeien. En dus ik wil hier blijven, juist om te kunnen observeren wat er gebeurt. Op vlak van onderwijs nog altijd. Want ik ben een moeder die, van een jongen die ook school gelopen heeft. En dat is niet van een lijn dakje gegaan. Ik heb dat allemaal zitten analyseren op mijn naleen. En ik hoop, los van het geval van. Dat er toch wel dingen zo aangepast worden aan jongere stemmen dan de stemmen in de hogescholen en aan de bijvoorbeeld. Ja, over opvoeding gaan we het ook hebben. Ik stel voor dat we er een tweede fragmentje bij halen. Ik zie bij. Wat bedoel je daarmee wat je daar zegt? Dat het die clash. Mijn antwoord. Ik spreek ook heel raar in dat fragmentje en in de volgende ook. En dat is omdat Martijn. Met alle respect, ik zie hem doodgraag heel lastige vragen stellen. Je weet daar waarschijnlijk van. Dit is alsof hij van niks weet. Dus dat is heel moeilijk, want je moet van heel ver beginnen. Dus dat klasje bijvoorbeeld, ja, dat heeft niet zozeer te maken met religieuze achtergrond of zo, want ik ben opgegroeid in Vlaanderen met een Vlaamse moeder en een Vlaamse stiefvader. Dat gaat meer over hoe vrij. Laat je je kind zijn in gedachten en wensen en dromen en verlangens en verbeelding. En die vrijheid heb ik wel gehad. Ik heb heel vrijelijk kunnen voeten. En het is zo, Vlaanderen is redelijk, ja, het is hier we hebben een katholieke geschiedenis hier, hè, dus die dringt door. En van mijn generatie, wacht, het is nu bijna 30 jaar geleden, dat ik afgestudeerd ben aan het humaniora. Maar dat is lang geleden, 30 jaar, hè. Dat katholicisme, dat zat er nog heel hard in. Hè. Want het onwetende van wat er buiten de grenzen, mentale, zowel als geografische, ligt, dat was mij niet zo vreemd, in tegenstelling tot anderen. Wil jij daar iets op zeggen, Benny? Ja, ik herken dat wel. Ja? Ik ben een katholieke nonschool naar het middelbaar geweest. Ik heb een schoolsraar parcours. Ik ben begonnen in een klein katholiek kleuterschool, op het Kalf. Waar de pastoor nog kwam op bepaalde momenten als Erich Turksizim. Dan ben ik naar een rijksbasisschool geweest, waar we islam kregen. En dan ben ik een rijksbasisschool die heel vrij gevochten was, waar we ook kunstenaars, ouders die kwamen toneeltjes doen. Dus, en zelfs kinderen uit Nederland, want Sint-Gilles was grenzend met de klingen aan Nederland, die getuigen van Jehova waren, dus die geen bloedtransfusies enzovoort. En dan naar een katholieke nonnenschool. Om dan naar de Universiteit van Gent, dan naar een katholieke hogeschool en naar de Universiteit van Gent. En ik ben dan gaan werken aan de Vrije Universiteit van Brussel. Dus ik heb echt het hele scala gezien. En ook de mentaliteit die erbij hoort. Maar het is wel zo'n kleine gemeente dan, waar ik in opgegroeid ben. Als je dan naar de stad komt, dat contrast is wel heel groot. En als je dat dan zelfs voor mij was dat toch enorm. En als je dan uit een redelijk kleine gemeenschap komt, hè, in een kleine gemeente, ja, is dat helemaal de wereldontdekking. Hoe is dat nu tegenover jouw zoon? Jouw zoon is 21? 19. Maar dus afgestudeerd. Heb jij diezelfde opvoeding die jij, waar jij zo terug naar kunt kijken, heb je die ook aan jouw zoon kunnen geven? Of was het toch iets minder vrijheid? Wat?
Ja, maar dat is vrijheid. Vrijheid, je kunt binnen in een structuur en heel veel afspraken ook vrijheid bieden aan je kind. Hè. Daar gaat het juist over. Ik ben niet losgeslagen hè, als kind. Dat bedoel ik absoluut. Nee, maar ik wil het even verduidelijken in die zin dat vrijheid misschien pas kan gevonden worden binnen in begrenzingen. Maar die daarom nog niet beperken. Begrenzingen moeten niet beperken. Dus we kunnen juist iets aantonen waar dat we een vrijheidsgevoel kunnen doorontwikkelen. En dat is bij mij gebeurd. Ik denk dat ik dat ook doorgegeven heb aan mijn zoon. Het is aan hem totaal, en dat is juist vrijheid, om op zijn individuele manier en tempo te ontdekken of hij daar iets mee is met wat hij meegekregen heeft. Ik hoop van hem, is dat niet zo, dan zal hij daar zelf zijn weg in vinden. Maar ik wil eens teruggaan over dat, of dat ik niet naar een vrije school, want ik ben naar een ateneum, ik ga ook naar een katholieke school gaan. Het doet er niet zo heel erg toe. Het gaat hebben over hoe kinderen opgroeien en opgevoed zijn en de taal van hun ouders spreken vanaf hun derde, vierde al. En in mijn tijd, mensen van mijn generatie waren daar zeer onderhevig aan, nu is dat al anders en prijs dat alleen. Ja, wat ik me altijd heb afgevraagd, want ik ken dit verhaal wel, hoe beslis je zoiets, hoe haal je het in je hoofd op je 12e om? Door niet te veel naast te denken. Wat dacht jij toen je dacht, ik ga mij nu eens even inschrijven? Nee, dat is het juist niet. Allee, ik ben er achteraf, ik ben maar pas door de reacties op mijn verhaal te vertellen en hoe verbaasd of verbouwereerd het reacties waren, erachter gekomen hoe abnormaal dat misschien was. En pas nadat ik moeder ben geworden, heb ik helemaal beseft hoe abnormaal het is geweest. Ik ben een paar keer in de kleuterschool ontsnapt. Van, ik wist alleen toen niet naaien. Ik heb gewoon elke keer zoiets waarvan ik getriggerd ben en zeg, dat wil ik of dat wil ik veranderen, of dat moet ook beter kunnen, of dat moet ook anders kunnen. En ik heb daar een gedacht over en ik ga erachter jagen. Bijvoorbeeld, ik kan veel beter zijn in talen. We zijn verbaal sterk thuis. Dan zit ik veel beter in een moderne. Dan is het daarna. En dan ga ik daarvoor. Daarna zat ik in die moderne en dan heb ik heel veel vooroordelen ontdekt, ongewild, met mijn klasgenoten. De allereerste les dat ik had, bij een van mijn beste vrienden ondertussen, Ilse, ze woont in Wereldbeke, met mij samen gestudeerd in Gent, die tegen mij zegt, Meren, mag ik van jou een bladje papier. Ja, tuurlijk, ik zit het eerst middelbaar, ik kan wel Nederlands. Ik heb dat nog meegemaakt tot op de universiteit, dat mensen gewoon omwille van uw naam en uw profiel trager, luider en zo duidelijk mogelijk articuleren Nederlands begon te spreken tegen mij. Dat heeft één les geduurd. Ik heb daarna heel pragmatisch geleerd. Ik ben echt vriendelijk geweest. Een van mijn beste vriendinnen sinds die. Maar ik ben dan daar gekomen, zij gingen naar de badminton. En dan had ik zoiets van, ik wil eigenlijk ook wel gaan sporten. Maar in de sporthal kwam geen enkel Turks meisje. Alle Turkse jongens gingen voetballen. Iedereen voetbal. Ik had zoiets van, ja maar, als ik wil gaan sporten met mijn vriendinnen, ga ik toch sporten met mijn vriendinnen. Maar dat was not done. Wel, ik had dan zoiets, ik ga dat doen. En er kwam een karate-leraar en die zei, ik doe karate. Ik had zoiets van, ik wil mezelf kunnen verdedigen, ik ga karate doen. En iedereen had dan zoiets van, een Turks meisje van 15 dat hier in de karate-les ingeschreven had. En dus wat deed ik dan? Wel om te bewijzen dat ik echt naar de karate-les ging en niet dus om jongens te ontdekken of weet ik veel wat er op ons waren. De braderij werd er aan het podium opgesteld, waar elke sport een demonstratie kon doen. Was ik een demonstratie karate aan het doen op het marktplein van Sint-Christoise met mijn leraar. En dan deed ik mee aan wedstrijden. Dus dan ging ik er ook wel volledig voor om zo patronen die ze van mij verwachten, maar waar ik helemaal niet aan wilde voldoen, maar ook gewoon mijn eigen goesting, om dat te doorbreken en dan de deur open te houden voor anderen. Want dat was heel vaak moeilijk om mee te starten, maar als er dan één begon, dan was het zoveel makkelijker voor de anderen om die stap ook te zetten. Ik was de allereerste die naar het ISO ging van heel de Turkse gemeenschap, ook van de jongens. En na mij is dat op gang gekomen en heb ik nu heel veel mensen die 3 jaar jonger waren, 4 jaar jonger dan mij, die ook allemaal gaan studeren zijn. En dan heb je zoiets van, het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het heeft wel iets opgebracht dat breder is dan jezelf.
Al mijn zussen na mij hebben allemaal gestudeerd. Mijn zussen die ouder zijn, hebben via zij instroom nog bijgestudeerd. En zo heb ik heel veel van mijn klasgenoten, mijn vriendinnen, die minstens even intelligent waren, die allemaal nadat ze naar BSO zijn geweest, daarna nog voor verpleegster zijn gaan studeren. Of, en dat is zoveel moeilijker, maar die dat toch doen. En zo zie ik er heel veel van mijn generatie, die achteraf met veel meer moeite toch gaan voor de dromen en de talenten die ze hebben. En dat vind ik echt chapeau, want dat is nog veel, veel moeilijker. Maar dus, het is gebeten worden door iets. En ik ben ook iemand die heel nieuwsgierig is. En daar dan voor gaan en kijken hoe dat je dat kunt bereiken. En als je dat dan hebt, dan is er weer iets anders dat je gaan moet. En zo was dat dus badminton. Van badminton naar karate. Van karate naar jeugdhuis met vriendinnen. Na de karate iets gaan drinken. Jeugdhuis, dat jeugdhuis, daar ging het niet goed mee. Dat is afgebrand. Er moet een nieuw komen, want er is zoveel jeugd in Sint-Gilloise. We gaan onze schouders eronder zetten. We gaan naar de gemeente, we gaan met de schepenen lobbyen. En zo ben ik in de politiek beland, want dan werd ik gevraagd voor de jeugdraad. En ik wilde dan stemmen op Agalef. Ik was ondertussen Belg geworden, want daarvoor was ik nog in Belg. En dan vroeg Agalef wie op de lijst staan. Zeg ik, oh ja, oké, ik ben eigenlijk toch nooit verkozen. En ik ben niet verkozen. En nu ben jij voorzitter van de Groen. Barbara, herken jij die gebedenheid, die passie naar dat acteren? Ja, uiteraard, dat staat niet stil bij mij. Ik ben ook iemand die studeert door te observeren en door mijn nieuwsgierigheid die altijd gepakt is. Dat is maar door een klein stukje tekst dat ik lees en ik begin in een andere hoek totaal met een andere soort literatuur met te verdiepen. Uiteraard, ik hoef niet alle dagen in de cinema te zitten om te weten wat een ander doet. Bij mij, ik spreek meer de taal van het hart. Het is very cheesy, maar dat is wel zo. Ik wil mensen raken door de façades en de ego's heen. Als ik met mijn ego ga spelen, dan speel ik altijd hetzelfde. Dus jezelf ontmantelen, dat is zeer gevaarlijk ook. Mijzelf constant ontmantelen om als nieuw daar te zijn. Dat is de moeilijke eigenlijk. Maar dan neemt niet weg dat ik ga doorgaan met dit tot het mijn eigen beu is, maar het is mij nooit beu. Trouwens, de top, dat, juist daarom in dat kader, de top is een beeld waar de anderen naar kunnen kijken, veel meer, want als je daar staat, dan zie je gewoon, soms zeg je van, oh, dat is zeer laag daar, soms zeg je van, dat is tal, snap je? Maar dat is je eigen gewaarwording met de referenties die anderen nu opdringen, hè? Wat is status, wat is top? Hoe meer dat ik die dingen loslaat, en soms wel dicht bij mij houd hoor, maar hoe meer dat ze loslaat, hoe vrijer alweer dat ik ben om die nieuwsgierigheid te kunnen gebruiken en om daar te gaan waar dat ik misschien nog niet geweest ben in gedachten of fysiek. Ja. Vind jij een beetje weg in die wereld? Want het is toch veel ik maken. Maak mij in die zin, dat is echt wel zo, want Vlaanderen is klein en we hebben hier pas sinds een aantal jaren een filmindustrie. Ik heb daar ook voor gepleit en ik denk dat ik iets te luidruchtig heb gedaan. Ik had dat niet mogen doen. Ik was aan het zeggen dat we moeten in studios als in Gent hebben, omdat we niet naar Antwerpen moeten en zo. En ik heb dat heel snel geprogrammeerd. En dat is allemaal in gang geschoten, niet door het feit dat ik dat gezegd heb, maar we zijn beginnen boomen. Misschien iets te snel, want ik analyseer dat dan ook, hè, van rustige mensen. Maar we blijven een kleine oppervlakte hebben, hè, Vlaanderen. Dus uiteraard is het niet moeilijk om daar de weg in te verliezen. En als het gaat, als ik zeg, ik maak de weg, is dat mijn weg. Ik probeer zoveel dogma's te doorbreken. Als het gaat, in dit geval momenteel, over mijn leeftijd. Een vrouw, een actrice, wat blijft het feit dat heeft geen werk meer, of speelt dan niet maar moederrol, dat is te moeilijk hoor, want het zijn anderen die constant zeggen waar je maar toe in staat bent. Volgens zoveel voorbeelden. En volgens vaak mannen, hè? Want, ja, dat is natuurlijk, dat is een andere naam die we daar niet aan moeten geven. Dat is voor mijn aandacht van de kant. Dat zijn echt een bende. Ja. Jawel, vertel het ons. Ja, klap maar, echt waar. Dus je weet wat voor... Als het gaat over, zijn er mensen die geluksbrengers geweest zijn? Heel weinig. En ik moet niet per se alleen naar de vrouwen kijken, hè, want iedereen heeft zijn eigen karakter en ambities, of blinde ambities. Maar het is geen cadeau om vaak met mannen te werken die referenties gebruiken van top enzovoort. Want ik zit daar altijd zo iets te laconiek aan de andere kant van de bureau te zijn, maar
Geef eens een heel concreet voorbeeld. Ik ga hier geen namen geven. Nou, nee, geen namen. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel een concreet voorbeeld. Dat gaat over onderhandelingen over de prijs. Dat gaat hem over sowieso beschikbaarheid van data. Van, ja, kijk, sorry, maar ik kan dan niet spelen, maar dat is wel absoluut met mijn werk. Oh, dat is niet gezegd. Dat is niet gezegd. We hebben nu al, dat is als jij niet kunt pakken bij iemand anders. Zo'n andere vrouw kan ook goed. Dat is constant gezet, inruilbaar gezet, gezet een object. Geobjectiveerd wordt, geobjectiveerd wordt. In de cinema is dat een eeuwenoude traditie. Dat is zo ontstaan. Dat is, ik kan dat op mijn eentje niet veranderen. En toch probeer ik dat. Ik ben koppigard. Ik kan er zo nu in de keuken staan en zeggen. Hoe kan ik dat met geweld doen? Nee, kan ik dat... Nee, maar ik soms echt, hè, over die bureau, taf, maar kan dat gaan? Ik heb geleerd dat dat dus niet gaat. Maar het zit erg diep, hè? Allee, ik voel het zit gigantisch diep. En het is oneerlijk. En ja, daarmee heb ik niets bereikt met zoiets te zeggen, dus het moet op een andere manier. En hoe doe je dat nu? Allee, zijn er al technieken die je hebt ontwikkeld waarvan je voelt... Wegstappen. En totaal bevestigen waar de anderen mee zitten projecteren. Jij bent een slechte producer, jij bent dat. Ja. En dan ben jij de hysterische vrouw die wegstapt. Dan ben ik diegene zonder job. Dus op zo'n korte termijn... Kom ik niet aan jobs en zie ik geen resultaten. En ik denk niet dat het bij na mijn dood lang moet onthouden, maar wel omdat ik er niet in getrapt ben. Maar je hebt dus echt het gevoel dat het voor mannen anders is. Die kunnen gemakkelijker... Nee, die zitten met meer angsten. Die zitten met meer van die projectieangsten. Ik zie heel weinig vrije mensen. En dat gaat niet over ik sta en ga waar ik wil. Mentaal vrije mensen. En dat heeft te maken met hier... Soms heb ik het er moeilijk mee met de manier waarop creativiteit aangewend wordt. Dat is niet iets, dat is geen ding dat op u plakt met modussen en zo. Dat is gewoon, dat is een ingesteldheid, dat is een natuurlijke staat van zijn. Waardoor dat ik gemakkelijk iemands behoeftes kunt begrijpen. Niet de invulling van een rol, niet de inhoudelijke. Maar kijk van, oké, jij kunt dat niet. Maar we willen keihard, we willen echt samenwerken met je. Dat soort van souplesse, dat soort van diep menselijkheid, dat soort van warmte, dat soort van toegeeflijkheid, dat is bijna een politiek spel dat ik moet spelen iedere keer. En als ik me laat vertegenwoordigen door een agent of een manager, dan they suck. Want dat zijn mannen en die weten niet dat ik de zondagavond of de zondagmiddag niet wil draaien omdat ik daar moet zijn voor mijn kind. Ik heb al vaak in Holland gestaan de zondagnamiddag terwijl dat mijn zoon echt dacht van mama, ik dacht dat ik niet thuis kom. Dat is een slordigheidsfactor die er nog eens bij komt. En I love men, hè. Echt waar, dat zijn mijn beste vrienden. Maar in dit vak heb ik meer zorgzaamheid nodig. En warme, oprechte gevoelens. Wij willen graag met u samenwerken. Dat hoor ik graag als mensen dat zeggen. Want ik zeg dat ook graag tegen mensen. Ik moet het niet zeggen, vertellen over de politieke wereld. Misschien nog meer een... Het is echt een testosteron. Maar dat is zo. Het gaat om zien en gezien worden. Hè? En anders betekent je niks. Je kunt zo een goede dossiervreder zijn in het parlement. Zo goed en hard werken in commissies en de nodige vragen stellen, naar buiten komen en mensen spreken, experten spreken. Als dat de camera niet pakt, niet gezien en niet gehoord wordt, dan zijn we niks in de politiek vandaag. Zoals het vandaag is, misschien 100 jaar geleden wel. Maar nu, als de journalisten zoiets hebben van, ja, wat die vertelt is wel interessant, maar hoe die het vertelt, daar ga ik niet naar blijven luisteren. Het is te technisch, het is te moeilijk, het is niet soundbite klaar. Dus dat is een stuk van de, dat hoort bij onze stil, dus dat is een stuk van de stil, te kunnen uitleggen. Maar er moet ook een heel dik vel hebben, want de zorgzaamheid in de politiek komt niet van de politiek. Zorgzaamheid, daarvoor heb je een sterke thuisbasis nodig, daarvoor heb je goede vrienden nodig, goede familie nodig. En als die er niet zijn, dan is het heel eenzaam en heel hard. En ik kom vanuit een thuisomgeving waar ik onvoorstelbaar, wij hebben een onvoorstelbaar hecht groot gezin, een onvoorstelbaar goede vader gehad. Ik heb een aantal heel hechte vrienden uit mijn jeugd, omdat ik die nu 3 jaar zie en dan vanmorgen terug. Dat kan niet kapot. Hè. Dat zijn echt mensen die ik van in de kleuterklas ook ken heel vaak. Maar als dat er niet zou zijn, dan zou ik deze job geen dag volhouden.
Ik heb een ongelooflijk dik vel. Ik heb in mijn leven ook al zoveel persoonlijke aanvallen meegemaakt omwille van wie ik ben en mijn bek. Hè? Combinatie van die twee. Maar als ik niet naar huis kon en daar kwetsbaar mezelf kon zijn, ja, dan had dat niet lang geduurd, hoor. Ja. Probeer dat, vroeger deed dat iets te laconiek, waardoor de ander zich aangevallen voelde. Ik denk altijd dat mensen ook bereid zijn om heel snel to the point te komen. Dat is niet waar. Dat wordt heel veel gezwand, eigenlijk. Maar bon, de grote bek, ik kan op een heel stille, rustige manier dingen zeggen, met drie woorden, maar die zo pijn doen, zonder dat ik het weet. Want dat is eigenlijk de definitie van een grote bek. Je weet niet wat voor mij zo vanzelfsprekend is. En ik besef niet dat iemand zo kwetsbaar te zijn. Deze tafel is geel. Als ik dat zo zeg, ik weet dat iemand daar gigantisch door gekwetst kan worden. En dat heeft gewoon zo met de manier waarop ik het zeg. Dat is zo, deze tafel is geel. Er is altijd wel iets. En die spelletjes ben ik natuurlijk beu. Dan denk ik ook van, get a life, echt waar. Ik moet mij goed omringen om sterk te kunnen blijven, maar de anderen ook. Want als je toch dat politiek niveau wilt halen binnen in de onderhandeling, ja, dan moet je niet plots. Ik heb met mannen of mensen of vrouwen of die de gevoelige kaart gaan trekken, maar die zitten te liegen waar ik bij zit. En dan, het is heel moeilijk. Geperverteerd is dat eigenlijk in mijn job. En je moet eigenlijk, ja, inderdaad, een goede thuisbasis hebben en goed omringd zijn om daar tegen te kunnen, wat bij mij niet altijd het geval is geweest. Nee, dat is nu gedaan. Mijn allerbeste vriendin in het eerste studiejaar heette Cindy. Cindy van Durmen. En ik was verzot op haar, op alles. Wat ze at, tussen haar boterham, het kleurken van de rekker voor over de bagage dragen van haar velo. Alles was gewoon als Cindy. En ze hebben mij thuis daar keihard niet uitgemaakt. Je hebt het Cindy-syndroom. En dat is het onbezorgde van ik ben van hier, ik moet mij geen zorgen maken over iets uitwendigs, uitheems. Terwijl ik heb mij nooit zo gevoeld. Ja, dat zijn de eerste kennismakingen met discriminatie. Maar dan nog was ik zo bezig met mijn verbeelding dat dat onmogelijk aan mijn naam kon liggen, dacht ik. Want mijn mama was bijvoorbeeld in het dorp waar wij opgroeiden iemand waar ik geen scheid benauwd van was, om één reden, die droeg hoofddoeken. Dat heeft niks te maken, die droeg gewoon RMS-poulaars op haar hoofd. Omdat ze te lui was om haar haar te brushen, bij wijze van spreken, snap je? Bij wijze van spreken, dus dat was van, oh, wat is dat? En het was een mishmash aan invloeden bij ons thuis, dus ik dacht altijd dat heeft niets met mijn naam te maken. Maar ik denk dat vooral dat was, want ik voelde 20 jaar geleden nog, zocht ik een appartementje hier in Gent en ik bel naar een vrouw en voor wat informaties vroeg. En wat is jullie nou? Ze zei Barbara Sarafel, ah, spreek jij goed Vlaams, hè? En toen dacht ik weer, dat was lang geleden, toen dacht ik weer van, ah ja. In feite ben ik iemand die tussen twee stoelen valt. Dat is, ik ben in Vlaanderen geboren, mijn moeder is een Vlaamse, mijn vader is in België geboren. Ik weet van niet beter. Ik heb een naam die anders klinkt dan de Vlaamse naam. En uiteraard ben ik op onderzoek gegaan en heb ik verhalen gehoord, maar ik ben niet opgegroeid met in de exotiek die mijn naam doet vermoeden. Ja, je zit natuurlijk ook op dat moment in die puberteit met al die hormonen en dan ook nog eens dat je het Cindy-syndroom hebt, dat je zoals Cindy wil zijn. Wanneer is dat? Kun je daar een syndroom van maken? Cindy-syndroom? Cindy-syndroom. Ik ben daarop gekomen. Cindy, maar... wanneer is dat beginnen kantelen? Want ik neem aan, je wil je naam nu toch niet meer inruilen. Barbara Sarafian, de actrice, dat is de naam, dat is een ronkende naam. Dat ben jij, dat die past bij jou. Ja, mensen vroegen mij dat mama. Ik word mijn zo'n artiestennaam gevonden. Zie, het is nooit goed, hè. En altijd maar in de luiken. Ik heb een tijdje een valse Facebookpagina gehad. Met alles wat ik wilde. En hoe heet je, als je lief? Nee, maar het is zo ongeveer in de buurt. Nee, ik kan het ook. Maar what's in the name? Hè? Dat is wat ik ook zeg aan Marta. Het is de naam. Door mijn naam heb jij mij gebeld. Niet door wat ik jou moet vertellen heb. Of
my achievements en zo, snap je dat? Maar nu onderschat je, ik denk, naam is ook een deel van jou. Dat is mijn idee. Ik heb je dat nog niet horen zeggen. Maar natuurlijk, maar dat is een deel van mijn identiteit. Dat is niet vol mijn identiteit. Mm-hmm. Dat is een deel. Dat is een deel. Er zijn zoveel ervaringen in mijn leven die mij getoond hebben dat niet alleen mijn naam zeer belangrijk was. Dus ik ben al heel snel van dat Sylvie-syndroom afgeraakt door gewoon echt wel buiten de grenzen te gaan zoeken, op reis te gaan, door mensen te ontmoeten die, vooral in de States, daar lopen zoveel verschillende mensen rond. Daar zit gewoon iemand waar dat eventueel hi, how are you doing kunt tegen zijn. En voor mij was dat zalig. En dat heeft daar geen enkele betekenis voor wie dat is, zijn, van waar dat komt, totdat het begint te praten en beslist om elkaar nog eens te ontmoeten enzovoort, en vriendschappen op te bouwen. Dus ik was daar snel vanaf eigenlijk, rond mijn 20ste. Ja, want ik kan het ook anders bekijken, er is ook geen tweede Barbara Sarafian in de acteurswereld. Ah nee, niet in de acteurswereld, in Canada. Zo in Canada? Ja, dat is Canada. Een dikke. Ja. Maar dus niet hier in Vlaanderen. Er is ook geen tweede Mirjam Ammertje, maar ik neem aan bij dat een duur. Ja, jij maakt daar echt een punt van. Jij zit in de politiek op heel andere thema's dan op migratie. Op. Maar dat neemt niet weg dat je natuurlijk je naam meedraagt. Ja, en ik heb daar echt mee geworsteld hoor, in school. Ik heb er echt mee geworsteld. Ik ben een tijd Mirjam genoemd geweest, omdat ik ook zelf gewoon zo kotsbeu was dat mijn naam op alle mogelijke manieren fout werd uitgesproken. Ik zei zeg maar Mirjam, echt gewoon om er vanaf te zijn. Zo. En dan, ik heb nog lang als iemand Mirjam zei, nog maak ik, ja, nee, dat is niet tot op het moment dat ik er zoiets vanaf van, ja, maar dat is ook wel een probleem. Heel vaak, ik was dan het enige meisje in het ASO, op die katholieke mannenschool. En als, zolang het in Sint-Gilles-Waas was, Savannah, want dat was een kleine gemeente. Maar ik ben naar Sint-Niklaas gegaan op mijn 16 jaar. En dat is voor mij was dat een enorme school met verschillende afdelingen. En ik was daar dan de enige met een hoofddoek en een Turkse naam. En ik had het gevoel dat ik elke keer weer mijn levensverhaal moest vertellen. En elke keer als ze een vraag hadden over de islam, dan werd ik bij wijze van spreken. Een voorgaande, dan mocht ik het allemaal uitleggen. En ik heb ook veel discussies gehad dat de juffrouw dan iets begon te vertellen over waarom dat we hoofddoeken droegen, omdat we dat mooi vonden bij de nonnetjes en dus dat wij dat ook gingen doen. Ik zei, ik had hier helemaal niks mee te maken. Nee, dat mocht ik niet zeggen. En dan heb ik daar ook ruzie over gemaakt. Maar elke keer dat verhaal, elke keer. Ik moest dan bijvoorbeeld mee naar de snelgeslot. Naar de mis, want dat was een katholieke meisjesschool. Ik zei, ja, sorry, ik geloof dat niet. Ze proberen nu dat in wat hun cadans is, voor hen is dat normaal, hè, mee in de mis te krijgen. En dan mee ter communie, en dan heb ik iets letterlijk in die kerk gezegd, sorry, maar voor mij is dat cannibalisme. Dat was één grote schok in die katholieke school, dat ik in de kerk tegen meneer pastoor heb gezegd, ik ga dat niet doen, want... En dan is het gestopt, maar soms moet je... Zijn je het zo kotsbeu als puber, om elke keer gewoon een tussenpersoon te moeten zijn, een brugfiguur te moeten zijn, uit te moeten leggen en thuis en op school, terwijl dat je gewoon kind wil zijn en niet wil opvallen. Opvallen misschien op de speelplaats en luidruchtig met je vriendin, maar niet opvallen in die zin, niet opvallen om iets wat je bent, omdat je nu eenmaal uit die familie komt, maar voor de rest geen keuze is. En dat je dat bijna als keuze moet verantwoorden. Dat gevoel had ik heel vaak, mezelf heel vaak, moest verantwoorden. En daar heb ik lang mee geworsteld. Tot op een bepaald moment dat ik wel sterk genoeg was en ook begin twintiger jaren de klik had gemaakt van verdorie, nu ga ik dat ook eens beginnen zeggen. Ik heb als kleuter al liggen uitleggen thuis waar we ook als woensdag een kruisje op school. Ah ja, het is als woensdag. En dan zeg je maar dat wij moslims zijn. Ah ja, wij zijn moslims. En dan die pastoor terug dat kruisje op. Ja, dus dat was zo. Je wordt speelbal tussen op school uitleggen waarom dat je aan het vasten bent. En dat je dus niet mee naar de refter wilt gaan. Dat je geen boterhammen bij hebt. Dan heb je weer geen eten bij. Ja, maar het zijn de vasten. Wij eten dat niet. Elke keer. Ook geen water. Ook geen water. Nee, en dan, dus echt zo, dat soort dingen op de duur. Zoiets had van: praat nu eens met elkaar in plaats van altijd via mij.
Maar als ik de taal, als puber is dat lastig, omdat je zo, je bent aan het op zoek naar jezelf. En dat maakt het allemaal nog gecompliceerder. En gewoon, en ja, dat is zo. Hè. Ik ben gaan werken als jobstudent vanaf mijn 14 jaar in het zwart, vanaf mijn 16 jaar als het officieel mocht via interimloos. Ja, dat was zo. Hè. Ik had geld nodig om mijn schoolboeken te betalen. En dan gaat je naar het interimbureau en dan zeg je, wauw, je spreekt fantastisch Nederlands. Ondertussen is het al 100.000 keer dat je dat hoort. En je kunt nog Engels ook. Oh, en nog een beetje Frans. We hebben hier de geknipte job. En ja, en je bent eigenlijk de enige die in aanmerking komt. Totdat dat bedrijf dan zegt, ja, maar ja, dat is een Turkse. Ja, dat willen wij niet. Hè. Ja, met dachten, ja, sorry. En waar heb ik dan heel mijn, al mijn jobs zijn geweest bij een tuinbouwbedrijf van een vriend. Zijn vader bij ons in de buurt, of orderpicking, want voor al de rest dat iets of wat talenkennis nodig had, of waar je, ja nee, dat was altijd nee. Ik heb heel veel afwijzingen gehad, gewoon op basis van mijn naam. Ja, herken je dat? Ja, maar ik ook natuurlijk wel. Het moet maar vreemd klinken, hè. Als ik bijvoorbeeld mijn naam moet doorgeven aan de telefoon, ik zeg Sarah Jan. Oeh! Alles in tijd op fout, zeg ik dan. Oeh! En ik werd ook vaak, als ik op lijsten stond, voor kaartjes voor een theatervoorstelling, vonden ze mij niet. Dan zei ik, oh, oké, ik weet het. Kijk, ik ben de F. Dan was ik Sarah Fian. Whatever. Maar als het gaat over je persoonlijk leed, als je opgroeit, ik kan daar ook nog van meespreken, dat begint met de aanwezigheid zijn. En dan had iedere keer als een stagiair was, keek iedereen naar mij zo. Ja, hoe gaat zo. En als er een stagiair was, zo het wisselen van naamplaatjes en zo. En dan die Loza zegt dan Martien tegen Sonja enzovoort. En als ik dan vroeg wie wil er wisselen met mij, was er niemand. Snap je? Dat zijn zo onnozele confrontaties die, ja. In het zesde heb ik wel een problematische situatie meegemaakt. Mijn leraar van maatschappijleer toen nog, die had mij wel graag, die zei wel, maakt u een thesis over uw oorsprong, over Armenië enzovoort. Dus iedereen vertelde, waar gaat het jij over hebben enzovoort. Dus ik maakte mijn eindwerk daarover. En dan zijn ze s'nachts binnengebroken en ik weet perfect wie. En zijn een uur volgespoten met verwijten naar mijn adres. En die buiten en enkele aardiers en al die zever. En dan dacht ik, toen al, dat is zo jammer dat die zo onwetend zijn. Want die steken zichzelf nog dieper in de onwetendheid. Want I'm gone, nog 14 dagen, ik ben weer weg. Dus, maar ik weet wat het is om gekwetst te worden door iets raars. Maar ik heb als enkeling misschien meer de kans gehad om mij te verstoppen. Maar niemand wist wat de oorsprong was van mijn naam. Is dat Italiaans? Is dat Spaans? En als ik geen zin had om te antwoorden, dan zei ik gewoon ja. Want ik ga die een enkeling niet opvoeden. Maar het is natuurlijk wel een groot verschil qua volume wat je situatie betreft. Ik kon geen spokesperson worden voor één iemand. Dus ik zweeg er dan ook op een bepaald moment over. Het volgende fragmentje gaat over, ja, waar we het nu eigenlijk al voor een stuk hebben over gehad, over precies. Maar we kunnen het vlot naar het volgende daarmee gaan. Het woord hoofddoek is gevallen. Hè. Je zei daar ook in Gent. Wat vind je dan van dat hoofddoekenverbod? In Antwerpen is het er ook gekomen. Maar hetgeen dat ik gewoon als vrouw heel gek vind, is dat als het dan gaat over emancipatie van vrouwen, dat dan mannen willen beslissen over hoofden, in dit geval letterlijk van vrouwen heen. Mijn positionering gewoon als feministe, als vrouw is, als het echt, en nu gaat het echt over het thema zelf, als er echt sprake is van dwang, en je zegt het mag niet, wat gebeurt er dan met die meisjes die echt gedwongen worden om hun hoofd op te dragen? Als die echt dwang meemaken, dan gebeurt er het volgende. De vader of de broer of het gezin dat zeggen, als je het niet meer opmoogt, als je buiten komt, dan kom jij niet meer buiten. Dat is wat er gebeurt in het geval van dwang. Ik heb dat ook al gezien. In alle andere gevallen, dat er meisjes zijn en vrouwen zijn, net zoals ik toen ik jong was, de hoofddoek willen dragen, of mijn moeder of mijn oudere zussen,
En niet dat gewoon zeggen, voor mij hoort dat bij mijn religieuze beleving, voor mij hoort dat bij wie ik ben. En je zegt als extern, dat is heel leuk voor u, maar ik beslis voor u dat dat u onderdrukt. Zelfs al beslist jij dat zelf. Dus je mag dat niet meer dragen. Dan ontkent jij die vrouw op dat moment het recht om haar eigen identiteit vorm te geven. Dan zeg jij tegen die vrouw, ja, er is een grens aan in hoeverre dat jij mag beslissen over wat jij draagt en waarom dat je dat draagt, omdat ik dat voor u interpreteer als zijn iets onderdrukken. En daarmee houd je ook elke emancipatie binnen religie tegen, want voor sommige vrouwen is dat ook een manier om gewoon hun plaats ook op te eisen en te zeggen, ik ga actief worden en voor mij hoort die hoofddoek daarbij. Dus ik vind dat een heel vreemd gegeven en ik geloof niet in emancipatie onder dwang, onder eender welke plek ter wereld, over eender welk thema, nog los van de hoofddoek. Emancipatie onder dwang werkt niet. Dat gebeurt alleen vanuit intrinsieke motivatie van mensen zelf, die op een bepaald moment beslissen, dit wil ik en ik ga dat op die manier doen. En iemand anders die zegt, ja, jullie moeten jullie emanciperen en je moet dat op die manier en op die manier en op die manier doen. Dat is iemand anders die niet in de schoenen staat van die persoon op dat moment. Dat werkt gewoon niet. En uiteindelijk, in dit geval, en daar ga ik mee afsluiten, is het gewoon een machtsspelletje tussen twee groepen die naar elkaar staan te kijken. En waar dat, en dat is ook zo, in sommige gevallen ook echt wel dwang bestaat, maar door het verbieden van die hoofddoek, de oorzaak gewoon totaal niet wordt afgepakt. We zien het gewoon niet meer. Maar waar hebben wij dan opgelost? Dan hebben we de dingen alleen maar erger gemaakt. De personen die dwang meemaken, die hebben nog minder bewegingsvrijheid, dus je hebt nog minder kans als samenleving om die eigenlijk te helpen. Zij hebben nog minder kansen om zichzelf in die samenleving om daar een aantal ontsnappingsmogelijkheden te hebben. En de personen die vanuit een zelfbewustzijn daarvoor kiezen, daarvan zeg je eigenlijk, uw zelfbewustzijn is ondergeschikt aan wat wij vinden. Dus je hebt twee keer verloren. Ik begrijp dat niet, dat je voor die richting gaat. Ik begrijp dat niet. Maar waar vind jij dat emancipatie en geloof kunnen samengaan? Ja. Zou jij daar tegenwoordig, je moeder droeg een soort van, nee, maar of dat is niet uit religieus voelen. Nee, dan. Ja, dat moest er wel bij zijn. Nee, kom maar, dat doet er niet toe. Maar ik wil maar gewoon zeggen, niet met het opzet om enige symbolische waarde weer te geven. En daar wil ik het juist over hebben. Ik hoor u, hè. Ik hoor u. Dit is het resultaat, of het is een bespreking van een mogelijk resultaat. Maar ik vind dat we tegelijk met die dynamiek ook met die in gang moeten steken. Dat heeft te maken met wat ik daar juist al zei over het onderwijs. Hoe groeien kinderen op? En dat gaat over beeldtaal bij mij. Ik ben daar zeer gevoelig aan om te zien hoe dynamieken ontstaan of terug weer gelanceerd worden na 10 jaar. De associaties die wij maken met beelden worden sowieso te uitgebreid besproken. Ook via pers enzovoort, waardoor dat het altijd troebel wordt. Niemand heeft echt nog een mening, alleen nog verontwaardiging. En ik denk dat als we de kinderen vandaag al samen met die dynamiek, in deze fase, gewoon de jonge mensen, en dat is echt om beter te kunnen samenleven, nu al in een vak meegeven om louter over symboliek te hebben en beeldtaal en interpretatiemogelijkheden die uiteindelijk veelvoudig zijn, want elk kind heeft zijn verbeelding, maar om daar een code van te maken dat dit heel belangrijk is, om dat aan kinderen al mee te geven. Wat is angst bij een beeld? Waar roept het op? Wat is een definitie van een angst? En wie heeft dat voorgekoud? Als we daar nu gewoon dat alles herzien, gewoon uit elkaar halen terug, en met de symboliek van de dingen, religieus, politiek of wat dan ook. Hoe zou je dan in dat vak bijvoorbeeld, als je het over beelden hebt, beelden van vluchtelingen stromen, van mensen die elkaar vertrappen om op een trein te geraken? Ja, en dat is dan luisteren naar het beeld van... Wat zegt u dat? Dat zijn jonge kinderen. Dan hoor je meestal een uitleg van een van de ouders of iemand van de klas enzovoort. En dat is dan... Kinderen hebben ook woorden nodig, want er wordt een vraag gesteld, dus moeten ze ook iets kunnen zeggen. En woorden zijn natuurlijk zeer handige, maar oergevaarlijke sluizen om je identiteit mee te vormen. En daar is, je kunt onmogelijk iemand corrigeren, maar gewoon zeer waakzaam op de huid van de kinderen bijna gaan zitten, met zo'n kinderen ruimte geven, maar op de huid gewoon waakzaam zijn dat interpretaties en associaties bij symboliek gewoon... iedere keer weer opgeborgen worden, zoals bij speelgoed dat s'avonds moet opgeruimd worden. Want
dat iets vastgezet wordt in een overtuiging bij kinderen van 5 jaar al, ik denk dat daar de zaadjes geplant worden. Hoe leg je dat aan je kinderen uit? Leg je dat uit aan je kinderen? De vluchtelingenstroom? Ik was afgelopen zomer, ik ben heel veel naar Turkije geweest, hè, maar vooral naar het dorp. En nu dat we allemaal, zo, bij wijze van spreken dat er een middenklasse is ontstaan, maar toen dat ik ook behoor, begint je zo de rest van Turkije te exploreren. En deze zomer ben ik voor het eerst eigenlijk naar de kust geweest. En dus niet in Antalya, maar echt zo een stuk verder aan de kust geweest, van het weg van het toeristische. En het was ongelooflijk frappant, maar ik was daar met mijn 2 kinderen, met mijn echtgenoot, en we zitten aan de zee. En daar zijn er ongelooflijk veel bootjes aan de horizon. En mijn oudste zoon, die 8 jaar is, die zegt tegen mij, kijk mama, zijn dat bootjes met vluchtelingen? En ik was daar eigenlijk van aan de grond genageld, dat die een associatie op vakantie met een bootje, waar bootjes vol, wat we dan noemen de 1000 dikke Duitsers, bootjes vol met Duitse toeristen, voor alle duidelijkheid, maar die ziet bootjes, die weet ik zit in Turkije, en die legt de connectie vluchtelingen. En dat was voor mij zo'n, je krijgt echt een schrijnend gevoel van hulpeloosheid, dat je daar zit met een kind voor wie dat de associatie is, op vakantie. Hè? En dat is ook bij, ik heb daar maar met hem kort, rustig gesprek over gehad. Nee, dat zijn toeristen. Maar ja, er zijn echt mensen die wegvluchten van oorlog en die daarvoor op een bootje gaan en die hopen daarmee. Waarom pakken die niet gewoon het vliegtuig? Ja, omdat die het vliegtuig niet op mogen, want ze hebben geen visum. Ja, en waarom krijgen die geen visum? Allee, hop. En dus je krijgt alle vragen die nu onderwerp zijn van het debat nog altijd 6 maanden later. Maar een van de dingen waar ik vind dat er een schrijnend gebrek aan is in onze samenleving en zeker ook in de politiek, is gewoon empathie en empathische woorden en fundamenteel menselijkheid en een aantal basiswaarden van waaruit dat je niet alle miserie in de wereld kunt oplossen en niet hopeloos wereldvreemd hoeft te zijn, maar waaruit je wel menselijkheid bevestigt en zegt, kijk, dat is het probleem. Het probleem gaat niet weg, niet voor die mensen, niet voor ons. We zitten in datzelfde schuitje, hoe gaan we dat oplossen? En gewoon met de voeten op de grond, hoe kunnen we dat hier een antwoord op bieden? Met de mogelijkheden die wij hebben, met de beperkte mogelijkheden die zij hebben, en tegelijkertijd, en dat is onze rol als politiek, daar ter plekke. Maar je zit daar met een kind en die stelt de meest fundamentele vragen waar wij vandaag niet eens in slagen om politiek een antwoord op te bieden. Of waar de beleidsmakers, laat ik mij zo zeggen, hè, in Europa nog niet eens in slagen om een antwoord op te bieden. En dan heb ik wel zoiets van, verdomme, ik heb wel veel werk op mijn tafel liggen als ik terugkom in België. Want de vragen die hij stelt zijn de vragen die ons allemaal ja. bezighouden. En daar merk ik wel dat wat bij die kinderen, de vaststelling dat zij mensen moeten helpen, hoe komt dat dat zo moeilijk is, dat degene zijn waar we blijkbaar heel snel van overstappen om naar onze eigen naam te kijken als we willen. Ja, en abstractie maken van al die mensen die eigenlijk op de vlucht zijn. Misschien moet er ook meer plaats komen voor individuele verhalen. Je hebt zelf ook een grootvader die op de vlucht is gegaan voor geweld. Hoe pas jij je eigen verhaal toe op wat jij nu ziet gebeuren? Maakt dat jou empathischer tegenover wat jij ziet? Omdat ik ben sowieso een empathicus. Ik heb de reflex om heel snel in het verhaal van iemand te kruipen. Dat is ook associëren wat ik doe. Ik moet daar ook mee opletten. Met beeldtaal. En ik heb daar zelfs een column over geschreven. Van wij krijgen beelden te zien. En ik hoef geen uitleg bij tranen die ik zie op een foto. Ik heb daar geen uitleg bij nodig. Maar je kunt niet. Je kunt niet het ene extreme en het andere extreem binnen een hand opdraaien in deze situatie, betekent misschien een jaar bewerkstelligen. Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik kan bijna niet anders dan zoveel mensen elke ochtend de krant openslaan en zeggen, wat is er nu beslist? En vanuit welke hoek komt dat nu? Ik zie dat iedereen. En het is raar, maar bij zo'n crisis zie je dus mensen in de politiek afvallen omdat hun politiek binnen in de politiek en hun postje en hun ego
hoog houden bijna niet meer werkt. Er zijn heel veel mensen die eraf vallen en er wordt een selectie gemaakt van mensen die er echt door. Daar geloof ik dan wel in. Dat er als puntje bij paaltje komt, misschien niet de juiste beslissingen gaan genomen worden, maar er gaat wel iemand zijn die de knoop gaat doorhakken. Maar voor mij ligt het antwoord dus niet klaar. Hè. Ik ben niet iemand die alleen maar achteroverleunt zit te wachten. Ik denk niet, hè. Als... Slaap je ook slecht van dit soort? Ik ben daar niet gerust in. Ik ben daar niet gerust in. Voor wie dan ook. En we zijn allemaal betrokken. Dat is een wereldprobleem. Dat is niet... Ze komen naar Vlaanderen. Nee, dat is een probleem op wereldschaal. Dit verandert de wereld en het wereldbeeld. En we kunnen daar niet met oude antwoorden nu op ingaan. Dat kunnen we niet doen. Vandaar dat er spaarzamer moet opgegaan worden, ook al via de pers, met informatie, want de misleiding is te groot. Ja, er komen inderdaad in de beelden, in de pers heel veel beelden die misschien vragen oproepen en die onbeantwoord blijven. Mirjam stelt voor meer empathie. Ja, dat kan een oplossing zijn. Heb jij andere? Misschien moet ik dat verduidelijken. Ik geloof dat er heel veel empathie is, maar ik merk wel in de berichtgeving een soort hysterie. Ja. Of dat gevoel heb ik soms. Dat terwijl er heel veel mensen zijn die als vrijwilliger die zelf ook de vraag stellen van oké, hoe kunnen we dit fundamenteel aanpakken tegelijkertijd, zeggen van nu kunnen we dat doen, dus laten we alvast dat doen. Terwijl het debat heel vaak zelfs niet meer gaat over wat kunnen we nog wel doen, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zo min mogelijk moeten doen. En het is dat ik zo vreemd vind. Er is zoveel dat we kunnen doen, ja. Waar we de tijd verliezen met te debatteren over al hetgeen waar we geen vat over hebben, alsof we dat kunnen stoppen, maar, alsof we die vluchtelingen stoppen. Debatteren komt voor mij over als het wegmoffelen van de verlamming. Ja, want dat is niet meer dan dat. Er is geen antwoord, niemand. Er is geen coherentie om zelfs nog te vergaderen. Ik heb Louis Michel bezig gezien 2 weken geleden. Hij is op zijn manier even hysterisch geweest, want het is zelfs geen democratisch debat meer, wat bijvoorbeeld Denemarken doet. Iedereen zoekt naar oplossingen en moet stilaan zijn populariteit laten varen op de angst om die te verliezen, want er moeten echt wel oplossingen gevonden worden. Maar dus, er is empathie. Maar ik vind de pers zeer raar te doen. Dat is zeer gevaarlijk voor de beeldvorming en de interpretaties van wat er gebeurt. En ja, voelt alleen maar angst om terug naar de oude nostalgische waarden te grijpen. Dat is zeer gevaarlijk. Ik ga niet in naam van de pers hier spreken. We gaan naar een... Oh. Dus nee, we gaan even naar een laatste... Nu het interessant wordt, dan is het jij. Ik stel de vragen niet. Ja. Ik heb ook een grote bek. De discussie van onze generatie. De Armeense kwestie. Dat is. Hij zegt heel duidelijk, ik ben niet boos op de Turken. Maar nee, dat is, ik kan moeilijk boos zijn op één iemand, omdat die van Turkse afkomst of origine is. Dat is totaal, dat is nu net beeldvorming en interpretatie en associaties. Moet je verstand gebruiken. Ik heb veel Turkse vrienden en dat zijn heel fijne mensen. Ik heb ook Armeense vrienden. Dat doet er niet toe. Ik ben iemand die vanuit mijn empathisch vermogen, waar ik mijn job van gemaakt heb, juist altijd naar de universele herkenbaarheden gaat. En dat zijn de emoties. Dat is verdriet, hoop, blijdschap, vreugde. En de geschiedenis zal wel bepalen hoe dat de geografische kaart komt te liggen. Want dat is eigenlijk een zeer technische uitleg die ik geef. Het bestuderen van de motieven van dit land en dit land, dat is politiek, of als je geïnteresseerd bent. Ik als burger en iemand die heel graag mensen wil zien, kan niet lang discussiëren over deze topic. We kunnen werken naar harmonie en ik wil daar heel graag naïef in zijn dat al begint van een one-to-one situatie. Ik denk dat altijd het gezondste is. Het begint hier in heel vanavond. Ik denk, ik kijk even naar boven, dat we stilaan moeten afronden, want ik heb totaal geen idee hoe lang we hebben gepraat. Maar ik wil toch afsluiten met nog een paar vragen stellen, want de avond is georganiseerd door Oikos. Het staat voor sociaal-economische verandering. Welke veranderingen wil jij zien over 20, of in wat voor soort wereld gaan wij over 20, misschien? Pakt over 5 jaar, dat is misschien dichterbij. Of wil je over 20 jaar zeggen? Nee,
Kies maar. In de toekomst. In het filmpje daarnet, het meisje dat jullie zagen, dat is mijn nicht. En Surya zit op dit moment een jaar in Japan. Ik krijg hilarische filmpjes uit Japan. Zij maakt daar Turks en Belgisch eten klaar. En ze krijgt daar de vreemdste dingen te eten van Japan. Chips met sinaasappelsmaak. Bijvoorbeeld, niet aan te raden. Maar wat ik eigenlijk graag zou willen, is dat die wereldburgers die nu al in Vlaanderen eigenlijk in de kleuterklassen heel de wereld zien, dat dat voor hen complex was en dat die niet geconfronteerd worden met dezelfde worstelingen als waar het ik en zelfs nog Surya ook mee worstelt. Ik zou graag hebben dat mijn twee zonen die nu in de kleuterklas zitten, dat die niet te horen krijgen dat ze een halfbloed zijn, maar die gewoon fier kunnen zijn op de beide achtergronden die ze hebben. En dat die kinderen met wie hij opgroeit in zijn kleuterklas, welke achtergrond ze ook hebben, dat je daar dan niet nu al kunt voorspellen, door welke daarvan in het hoger onderwijs gaan geraken en door welke niet. Hè. En dat we dat soort dingen van ons af kunnen schudden, omdat je dan in een samenleving komt waarbij die kinderen die nu de grootste dromen hebben, astronaut worden enzovoort, dat die gewoon die dromen kunnen najagen. En dat, ik denk dat er genoeg mensen zijn zoals Barbara en Ben. Dat was een soort van zoektocht naar conformisme, dat is typisch. Aan iemand van die leeftijd, ja, kind zijn, puberteit, maar daarna moet je dat natuurlijk goed omringen, dat van je kunnen afschudden. Mijn zoon die stoot zich in 2 seconden aan zijn familienaam. En nee, die doet er ook alles voor om zijn stijl van kledij te blijven dragen, waardoor dat er soms een beetje raar uitziet. En dan zeg ik van, kom aan, maak dat er mee, ik ben wie dat ben. En dan denk ik, dat is sterk. Dat conformisme is meer een dwangbuis dan wat anders. Dat is niet vrij. Dankjewel, Barbara Slavian. En dankjewel, mijn mannetje, voor jullie ongelooflijke, mooie, straffe verhalen die jullie gebracht hebben tot, ja, ik meen het, uit hun lot van mijn hart, die jullie gebracht hebben tot wie jullie zijn en tot hier vanavond. Ik zal horen om een warm applaus geven voor jullie.